Welkom bij weer een nieuwe Vraag het aan Michiel. Vandaag ga ik in op een vraag van Robert, die via YouTube heeft gevraagd aan mij hoe hij zijn familie en vrienden van spellen als Risk en Rummy Cup af kan krijgen en hen kan overtuigen om eens wat nieuwe interessante bordspellen te proberen. Oké, Rob, als jij aan je vrienden en familie een nieuw spel wil introduceren, dan gaan er gegarandeerd drie gedachten door hun hoofd. 1. Ik ken dit niet, dus het is te ingewikkeld. 2. Ik snap het niet, dus ik voel me dom. En 3. Regels zijn saai. Als je kunt omgaan met deze drie gedachten, dan verzeker ik jou dat jij je vrienden en familie nieuwe spellen kunt introduceren. Ik ga een van mijn lievelingsspellen, Inish, vandaag gebruiken om even te demonstreren hoe dat dus heel vaak fout gaat. Inish is voor mij een area control spel, waarbij je acties worden bepaald door kaarten die je elke ronde draft. Hiermee kun je meer legers plaatsen, gevechten starten of meer kaarten krijgen. Er zijn drie verschillende manieren om te winnen, waarbij je probeert de andere spelers tegen elkaar uit te spelen. Maar, lieve mevrouw Inish, we weten dat ik zo naar dit spel kijk, maar hoe kijkt iemand nou naar een spel die dit nog nooit gezien heeft? Ik zal je proberen uit te leggen wat er in iemands hoofd gaat die zoiets als dit nou nog nooit gezien heeft. Oké, er ligt vet veel op tafel. Wat doen die gebouwen? Oh, er staat een tekst op die tegel. Het zal ver niet belangrijk zijn. Non de ju, wat staat er voor tekst op die kaarten? Hoe weet ik nou wat ik moet kiezen? Wie is er eigenlijk aan het winnen? Het zal wel, ik snap er echt geen zak van. Oké, Rob. Als jij je vrienden en familie zover wil krijgen om zo'n tof modern bordspel te doen, zijn er drie dingen die je moet onthouden. 1. Keep it simple, stupid. Wat het belangrijkste is als je bordspellen aan mensen leert die het niet gewend zijn, is geef ze iets herkenbaars. Als ik mensen iets wil uitleggen en ik wil het simpel houden, dan pak ik eigenlijk een spel erbij wat gewoon één spelelement is. En The Mind is daar een fantastisch voorbeeld van. Want feitelijk is het maar één spelelement, namelijk samenwerken. In The Mind speel je met een groep een aantal levels door, waarbij je zonder te praten samen moet proberen de kaarten die je gedeeld krijgt open op tafel te leggen van laag naar hoog. Als ieders hand is leeggespeeld en de kaarten correct zijn gelegd, win je het level. Als iemand een kaart legt die lager is dan iemand anders handkaart, verliest iedereen de ronde en moet je het opnieuw proberen. Daarnaast heb je ook nog andere voorbeelden. Als ik met mensen een bluffspel wil doen, dan pak ik een spel dat eigenlijk alleen maar bluffen is. Skull is een supermooi voorbeeld daarvan. Het is gewoon bluffen in zijn puurste vorm. Hebben mensen zin om een puzzel te doen of om puzzels op te lossen, dan pak ik heel graag een escape room spel erbij. Er zijn fantastisch veel escape room spellen tegenwoordig. Mijn persoonlijke favoriet zijn de exit games. Maar probeer met je vrienden een puzzel op te lossen met zo'n escape room spel. Het tweede waar je aan moet denken is bereid je voor. Je moet je realiseren dat je best wel wat van mensen vraagt als je ze een nieuw spel aan het leren bent. Als ik weet dat mensen op vrijdagavond langskomen om een nieuw spel te leren, kun je mij in de loop van de week al elke dag op de wc vinden met een boek in mijn handen om de regels alvast zorgvuldig door te nemen, zodat ik weet hoe ik het ga uitleggen aan mijn vrienden. En de derde is framing. Hoe frame ik Inish? Als ik Inish ga uitleggen aan mijn vrienden, zeg ik: jongens, jullie kennen dit spel eigenlijk al, want het is gewoon een combinatie van spelmechanismes die jullie in andere spellen al hebben gezien. Draften hebben mijn vrienden gezien in Seven Wonders. Een modulair bord hebben mijn vrienden gezien in Carcassonne. Legers bouwen hebben mijn vrienden gezien in Risk. En bluffen hebben mijn vrienden gezien in Skull. Door dit ene spel aan vier andere herkenbare spellen te relateren, zien mijn vrienden dat ze niet een heel nieuw spel moeten leren, maar eigenlijk hun vaardigheden van een andere spellen in dit spel moeten gaan toepassen. Tot zover mijn antwoord op de vraag: hoe krijg ik mijn vrienden en familie van Risk en Rummy Cup op die vette moderne bordspellen? Met al die tijd die we binnen besteden, heb ik gelukkig alle tijd om een fietsband te plakken. Maar waar ik ook tijd voor heb, is meer vragen beantwoorden. Dus als jij nog een goede boardgame vraag hebt, drop hem in de comments en dan zie ik jou de volgende keer weer.